Ja, dit zijn gewoon prima wedstrijden tegen een goede tegenstander. Dus ja, hier moet je wel volle bak voor gaan om die wedstrijd naar je toe te trekken. Ze hebben jullie de laatste weken wel lekker geholpen, hè, door concurrenten te verslaan. Ja, en dan nu zelf hun pakken, dan doe je hele goede zaken. Ja, nou ja, wij kijken altijd naar onszelf. En het zou mooi zijn als we de Graafschap daar ook weer mee op achterstand zouden kunnen zetten. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten. Qua spelersgroep, er is redelijk wat teruggekomen. En een van de belangrijkste die weer fit lijkt, Arnoud Groeneveld. Hoe is het de afgelopen weken met hem gegaan? Ja, Arnoud heeft natuurlijk met zijn rug problemen gehad. En die hebben dus even uit de groep gehouden. Die heeft gisteren weer meegetraind en die traint vandaag ook weer mee. Dus ja, we gaan ervan uit dat hij inzetbaar is. Dus dat is wel lekker om in ieder geval hem weer aan boord te hebben. Dan is er natuurlijk nog het verhaal van de keurige, nette man op de training van de Graafschap. Spion van NEC, zo werd hij genoemd. Wat was daar nou aan de hand? Nou, dat was niet zoveel aan de hand volgens mij. Wij hebben gewoon van het begin van het seizoen gekeken van nou, hoe kunnen we ons beste voorbereiden op de wedstrijden. Maar toen hebben we gekeken van oké, misschien moeten we tegenstanders op trainingen gaan bekijken. Hè, hoe dat uitziet vanwege speelwijze, maar ook welke jongens zijn er fit en staan op het veld. Dus dat doen we eigenlijk al van het begin van het seizoen. Alleen nu heeft blijkbaar Henk de Jong, die heeft dat heel goed in de smiezen gehad. En, nou, die heeft geconstateerd dat wij daar iemand hadden staan. Nou ja, voor de rest volgens mij niks bijzonders mee. Maar dat doen wij altijd om ons gewoon goed voor te bereiden. Dus prima. En verder is niks. Maar nou weet je de geheimen van de Graafschap niet. Nee, dat hebben ze inderdaad roet in het eten gestrooid om toch maar die training aan te passen. Jammer voor ons en leuk voor hun dat ze dat in ieder geval ontdekt hebben. En het is alleen maar leuk denk ik in een onderlinge strijd van kijken waar je elkaar een beetje pijn kan doen.